Diederik van Vleuten hier. Ik heb een nieuw solo-programma, mijn vierde, en daar ga ik dit hele seizoen mee door heel Nederland. Moedig voorwaarts is de titel. En wat kunt u verwachten? Nou ja, eigenlijk wat u de afgelopen 10 jaar altijd van mij heeft kunnen verwachten. Een mooi avondvullende vertelling die weer raakt aan een grote geschiedenis. Bij mij gaat het altijd over kleine mensen die de grote geschiedenis als een waterval over zich heen krijgen. Ik heb het gehad over Nederlands-Indië, over de Eerste Wereldoorlog, over Winston Churchill. En nu, ja, wat nu? Dat moet u gaan zien. Ik dacht, ik ga het hebben over het heden. Ik dacht, ik ga het ook hebben over de toekomst. En dat is dus weer niet gelukt, want ons familiearchief zit toch zo vol met mooie spullen. Er zit ook weer fijne muziek bij. Ik heb hier een partituurtje. Maurice Ravel, de liefhebbers, die krijgen hem te horen. En ik heb hier ook een heel klein boekje dat mijn moeder een paar jaar geleden heeft geschreven. De Tweede Wereldoorlog door haar kinderogen. 80 pagina's vol verhalen. Daar gaat het over. Ik hoop dat u komt en ik weet het zeker. En mijn bedoeling is altijd, als mensen naar mijn theatervoorstellingen komen, dat ze 7:45 er anders ingaan dan ze er 9:45 uitkomen. En ik heb gehoord dat dat weer is gelukt. Ben ik blij om. Ik ga u zien in het theater bij Moedig Voorwaarts.